Het project ProeftuinNL van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie heeft als doel kennis uit te wisselen tussen Nederlandse stadslabs onderling, maar ook tussen stadslabs en de diverse overheden. Er zijn 4 thema's bepaald waarin de diversiteit van alle stadslabs goed tot uitdrukking komt. Een van de thema's is klimaatadaptatie en energie. Een mooi voorbeeld van een lab binnen dit thema vonden we in het centrum van onze Nederlandse havenstad, namelijk Stadslab Luchtkwaliteit Rotterdam. Zij zetten zich in om de lucht van een van de meest vervuilde straten van Nederland wat gezonder te krijgen. Annemarie Biscard is in het dagelijks leven ontwerper en Stadslab-deelnemer van het eerste uur. Zij neemt ons in deze 360 graden wandeling op sleeptouw en laat zien hoe inventief de plannen zijn. Rotterdam Centrum, de Binnenweg, Annemarie Biscard van het Stadslab Luchtkwaliteit. Het is weer 360, alles wordt gefilmd om ons heen, achter ons, boven ons. De lucht, waar het over gaat in dit geval. Ja. Een drukke stad, veel verkeer, veel bedrijvigheid, dus ook veel fijnstof. Ja, we zijn hier op de kruising van de Nieuwe Binnenweg met de Schaverdijkwal. En dat is inderdaad een hele vieze plek. En de Rotterdamse lucht is heel slecht. Dus we zijn nu bezig met het Stadslab Luchtkwaliteit om met een groep van 9 mensen na te denken en te experimenteren. En een kruisbestuiving van kennis. Om te kijken of we daar iets aan kunnen doen, aan die slechte lucht van Rotterdam. En zo zijn we een aantal jaar geleden begonnen. Eigenlijk na een open oproep vanuit de gemeente. Om iets te doen aan die luchtkwaliteit van Rotterdam. En toen had iedereen allerlei ideeën daarvoor. En toen zijn we gezamenlijk begonnen om daar een kruisbestuiving in te laten ontstaan. En zo zie je hier bijvoorbeeld. Dat is hier zie je zo'n plek. Hier veel verkeer midden in de stad. Ja, dit is dus de Schaverdijkwal. Nou, je ziet het is nu zondagmiddag. En uiteindelijk is er dus nog steeds heel veel verkeer. Dus, je ziet ook al het route, die aanslag. Dat is uiteindelijk ook allemaal fijnstof. Ja, dit allemaal goorlapperij. Maar dit is ook een beetje jullie proefopstelling. Want hier lopen een paar draden en leidingen en zo. Ja, je ziet hier twee experimenten staan. Dat is de Schaverdijkwalstraat. En die is van architect Robert de Vrieze. En de Groenstrook, die hier. En dat is van de stadstuinwinkel Stek van Erik van Ulde en Marieke de Keizer. En die zitten hier om het hoekje. En die zitten hier om het hoekje en die ergerden zich ook aan die viezigheid van die Schaverdijkwal, zoals je ziet. En die hebben hun kennis vanuit groen ingezet en die zijn gaan onderzoeken van wat gebeurt er nou uiteindelijk. En het blijkt dat... Dit is de proefopstelling. Ja, dat mos en naaldbomen en heel veel verschillende groenplanten, die kunnen dus dat mos opvangen, opeten. Dus die absorberen eigenlijk dat mos. En deze opstelling is echt bedoeld om ervan te leren. Dus niet om een heel mooi, prachtig tuintje te maken. Dus hij loopt van daar tot daar, het stuk. Maar wat gebeurt er nou uiteindelijk? Met hoe reageren die planten op dat fijnstof? In hoeverre kunnen ze het afvangen, opeten, dat soort dingen? Ja, en wat gebeurt er als al die mensen hier langslopen en al die auto's en het verkeer? En wat gebeurt er met de grond en het water? Dus dit is echt een moment om daarvan te leren. Dus om te leren van wat gebeurt er uiteindelijk in die hele periode daarvan. En je ziet hier ook heel goed eigenlijk, als je hier om het hoekje kijkt, de Schaverdijkwalstraat. En dit is nu een heel klein stukje, maar het wordt uiteindelijk binnenkort dit hele blok. Komen daar die nozzels te hangen. En het is een, je ziet daar nu de echt gewoon een waterleiding vanuit de Nemo komen. En die daar een paar draadjes en buisjes. En die sproeien heel fijn water. Dus hij staat dus nu niet aan. Je vernevelt eigenlijk de verkeersbak. Ja. Waardoor je dat fijnstof afvangt. Ja, dus daarmee kan dat fijnstof niet die bak uit. En de lucht in en onze longen in. Maar blijft het heel mooi in die bak hangen. Of hangen en wordt het... Ja, ingekapseld in die hele kleine waterdruppeltjes. En valt het eigenlijk daarmee naar beneden. En je ziet dus inderdaad deze opstelling daarvan. En het interessante is dat deze twee dingen nu bij elkaar staan op die hele vieze plek. En we zijn nu een hele periode gaan meten. Dus daarmee moeten we samenwerken met de gemeente, DCMR, RIVM. We hebben zelf ook een meetexpert die zich helemaal daar de afgelopen jaren in verdiept heeft. En die data, welke apparatuur heb je nodig. En dus daarmee zijn we nu aan het meten geslagen. En dan kunnen wij over een aantal jaar, zeker als die opstelling echt hier gaat werken, gaan zeggen wat dat uiteindelijk doet. En de Maastunnel wordt afgesloten, dus dat is ook zo'n periode van verandering. Een soort nulmeting ja, het ware. Precies. Dus maar wat doe je met dat fijnstof? Want je vangt het af.
Dat verdwijnt dan het riool in met het water. Maar kun je ook nog andere dingen ermee doen? Ja, nou ja, we zijn nu een nieuw project begonnen. Het staat nog een beetje in de kinderschoenen. En dat ben ik samen met architect Iris de Kieviet. En het zou interessant zijn als we dat fijnstof wat bij de wasstraat van Robert de Vriezen, al die drap, als we die heel groot kunnen afvangen. Maar we zijn nu begonnen gewoon zelf met het schoonmaken. Dus echt met een doekje van die schaven, van die wanden hier. Je ziet, ze zijn hartstikke vies. En uit dat doekje kwam er zoveel drap, dat we dat, het idee hebben om dat te gaan gebruiken voor een servies. Dus het is glazuur eigenlijk, kan je ervan maken? Ja, we maken er glazuur van. En met het idee van, ja, als je dan gaat eten van een servies. Dit is fijnstof. Ja, dat wil niemand. Want dan denk je, gadverdamme, dat is fijnstof wat hierop zit. Maar zo zien je longen er dus eigenlijk ook een beetje uit. Ja. Dit, als je niet uitkijkt. Ja, dat zou je, ja, dit heeft wel bijna dat idee. Dus dat roept ook die vraag op, van zie je longen er zo uit? En ik denk, ja, dat het heeft wel echt een enorme impact op je longen. Dus je ziet wat er afkomt. En we hebben dit... we kwamen erachter dat heel veel van die deeltjes die in die lucht zitten, dat dezelfde zijn van verkeer dus. Hetzelfde zijn als gebruikt wordt in keramiek. Dus we kunnen het echt gaan gebruiken als glazuur. En het idee is om een soort vies en aantrekkelijk tegelijkertijd servies ervan te maken. Ook als een gedachte van, kijk eens, dit is fijnstof. Je wil er niet van eten misschien, maar... Het is wel overal om je heen. Het is wel de lucht waar jij in leeft. Ja, en het gaat door diezelfde mond. Dus je vindt het vies om op te eten, maar je ademt het wel dagelijks in. Dus dus dat zijn we nu met dat servies aan het opzetten, dat project. En het interessante is misschien nog wel, vind ik, van al deze hele verschillende ideeën en oplossingen voor die luchtkwaliteit. Dat doordat er een kruisbestuiving ontstaat van iemand die heel veel weet van meten, van planten, van ontwerpen van materiaal. Dat je daarmee ook nieuwe inzichten krijgt. En dat nieuwe inzichten over die hele complexe materie. En is wat heel waardevol. Echt een proefopstelling. Ja. Dankjewel. Ja, graag gedaan.